welkom bij een nieuwe vlog. Het is inmiddels al avond, want ik heb vandaag niet zo heel veel gedaan. Ik had vandaag namelijk IPM. We hadden een hele leuke tour gepland met de auto. Ik had alles gepland. Maar ineens had ik een IPM change en mag ik dus niet van het schip af vandaag. Dus ze hebben wel leuk met de auto getoerd over Madeira, maar ik helaas niet. Dus daar baalde ik wel heel erg van. Maar goed, ik heb gewoon even mijn vlogs bewerkt. Twee vlogs online gegooid. Ik heb de run van de nieuwe cast gekeken. Want de nieuwe cast van het theater, die zijn nu aan boord. En zijn nu aan het repeteren om onze plek over een maandje over te nemen. Dus daar heb ik even bij gekeken. En gewoon lekker een koffietje gedronken. En toen had ik twee shows van Ada Love. En nu ben ik me aan het klaarmaken. Want er is vanavond een crew party. Echt super leuk. Het is een beetje een soort afscheid van dit seizoen. Want nou, over een maand gaan er heel veel mensen weg. Er wordt echt een grote crew change. Wij gaan ook allemaal weg. Dus er komt weer heel veel nieuwe crew aan boord. Dus gaan we het even nu leuk afsluiten alvast met z'n allen. Dus dat is super leuk. Dus ik ga even mijn make-upje doen. En me even omkleden, mijn haar doen. En dan ga ik daar naartoe. Good morning! Well, actually, good afternoon! Enjoy! And we're backstage for Avonadia! And it's already the second one! Finally! Second one! Woo! Goedemiddag! Ik loop weer heerlijk buiten in Tenerife. En vanochtend ben ik nog even langs het hospitaal gegaan, want ik heb een beetje last van mijn andere pols. Ja, je hoort het goed. Of eigenlijk is het meer de hand of vinger. Dus ik heb heel even nu dit eromheen zitten voor de versteviging. Dus dat. En verder even rondgelopen. Gewoon even een beetje geshopt. Eigenlijk niet echt veel gekocht. Eén sieraad en sport BH. En nu weer terug naar het schip. Want we hebben restaging. Yay. En de make-up zit er weer op van Steampunk. Ook kostuum is aan. Inmiddels hebben we al één show gehad. Dus nu show 2. Alles ligt hier ook weer backstage klaar. Voor alle haastverkledingen. Nog een paar minuten en dan gaan we beginnen. Goedemorgen. Vanochtend ging ik achter mijn wekker, want ik moest even langs het hospitaal om even weer deze mooie wandeling te doen. Hey, and now we're going to rent a car. Dus we lopen nu onze car om te kijken welke het is en welke we gaan hebben voor deze hele dag. Thank you.
tafel. Vandaag hadden we in de ochtend weer schoolrail. En daarna ben ik nog even lekker mijn bed ingegaan. Want ik was echt super moe. En ik merk echt dat mijn lichaam na al deze maanden hier dansen wel een beetje kapot aan het gaan is. Dus ik had mijn slaap echt nog even nodig. En toen daarna heb ik rustig gegeten in het bassiersrestaurant. Want ik had vandaag 5 pm. Dus ik nog niet van bord af. En ik heb daarna even aan mijn vlog gewerkt. Eén vlog is voor altijd. Ik kan alleen nog wel even online zetten. En daarna moest ik weer backstage voor mijn make-up. En toen hadden we 2 shows van Yellow. Ging hartstikke goed. Ik had echt veel energie, dus dat is echt heel nice. En nu ben ik omgekleed en ga ik naar Beach Club. Want vandaag gaan Will en Ayla zingen met de band. Dat is echt super leuk. Dus ik moet even snel opschieten. Zodat ik niet te laat ben. En dan gaan we te zien zingen. Echt super leuk. Goedemorgen, dit is de vroegste goedemorgen die ik ooit heb gehad, want het is 7 uur 's ochtends en Lou en ik zijn al wakker. Woo, we're going to see the sunrise. Dus we gaan even naar de strand lopen om een mooie zonsopgang te bekijken. Beautiful sunrise. Happy sunrise they say, sunset are not bad interest. Oh, we zagen dat ik de zon pas toen hij al op was. Want het was helemaal achter de wolken gewoon. Niet normaal. Dus ja, enig. Na de zonsopgang had ik 3 uur lang duty in de terminal. Toen moest ik mensen inchecken, want vandaag is het een embarkation day. En daarna ben ik nog even 2 uurtjes naar buiten gegaan. Heb ik nog even lekker Starbucks gedronken met Ayla, Ursula en Joe. Allemaal van onze kast. En nu ben ik backstage en ga ik mijn make-up doen. En wordt ook weer mijn haar gedaan voor de show Aida Stars. Ik ben weer in de make-up en de haar van Aida Starshine. En we zijn inmiddels al bij show 2. Het gaat ongeveer 5 minuten beginnen en dan moeten we op. Naast onze... Oh, damn, hello! Wat ik wilde zeggen was dat hier naast onze dressing room hangen... I can't explain it anymore, what I'm... Zie je later. Oh ja, ik zal je even dichtmaken. Oh ja, en je lipje hangt er ook buiten. Dus je moet even hierin. Wacht, heel even hoor. Ik moest even wat uitleggen. Wacht, 2 seconden. Kijk, hier hangen alle foto's van alle kast. En wij zijn deze. We hebben onze eigen foto. Echt super leuk. En we hebben er zelfs ook nog hier eentje. Ready? Yeah.
4. Heute im Theater für Mira, Aida, Skans! Goedemiddag. Gisteravond was het echt nog heel erg gezellig. We hebben echt heel erg lang op 19 gezeten, lekker gekletst. En toen uiteindelijk was het zo koud dat we toch nog even in hun cabins zijn gaan zitten. Het was super gezellig. Ik denk eerlijk gezegd dat ik rond 4:30 in mijn bed lag. Oeps. Maar gelukkig is het vandaag een zeedag en heb ik niet echt hele zware shows. Dus dat is gewoon even een keer leuk om even zo'n gezellig avondje te hebben. En nu ben ik backstage. En ik ben de eerste, want de deur is zelfs nog dicht. Dus ik ga het even openmaken. Want Janine en ik hebben vandaag weer Haven Lounge. Dat is onze eigen dans. Vorige week hadden we dat niet. Dus het is weer eventjes 2 weken geleden. Maar dat komt helemaal goed. Dus ik ga snel naar binnen en mijn make-up opdoen. En de dressing room is dus nog dicht. Dus met mijn kaart. Als het goed is, kan ik hem dan openmaken. En dan kom je hier backstage in de dressing room. Even de lichten aan. Dan kan ik tenminste zien wat ik op mijn gezicht... Dan kan ik tenminste zien wat ik op mijn gezicht smeer. En dan is dit die van mij. Dus let's go. We zijn weer helemaal klaar voor onze eigen dans. Haven Lounge. Yeah. Zin aan.